Welkom bij Vera D. Lichaam losmaken, spieren stretchen en versterken. Benen gespreid. Laten we starten met een volle kniebuiging. En zwaai je armen gelijk mee. Inademen. Strek op en zwaai je armen naar boven. Uitademen, kniebuiging en zwaai je armen gelijk naar onderen. Inademen en uitademen. Schuif je voeten bijeen. Zijstap hurk met beenzwaai voorlangs. Hurk en zwaai je been voorlangs. Hurk en kruis voorlangs. Armen volgen gelijk mee. Zwaai naar voren en naar achteren. Hurk. Kruis voorlangs. Nog 3. 2. Laatste maal. En wissel van been. Zijstap hurk, zwaai je been voorlangs. Armen volgen gelijk mee. Zijstap hurk en kruis voorlangs. Nog 4. 3. 2, 1, laatste maal. Benen wijd en buig door je knieën in een sumo squat. Diepe kniebuiging. Strek de armen voor je uit op schouderhoogte. Opent beide armen tegelijk in de tegengestelde richting. En wissel van richting. Open de armen diagonaal. Inademen, centrum, uitademen, open de armen, strek uit. Nog 5. 4. 3. Goed zo. 2. Volhouden. En laatste maal. En strek de benen. Zelfde oefening, maar met een volledige kniebuiging. Buig en strek. Buig en strek. En neem de armen gelijk mee. Buig en strek. Buig en strek. Nog 8, 7, 6, 5, diepe sumo squat, 4, 3, nog even, nog 2, laatste maal, en strek de benen. Kniebuiging, afwisselend rechter en linkerkant. Laten we starten met een serie van strekoefeningen. Blijf in de zijwaartse kniebuiging. Hou vast. Draai een kwartslag naar links in de hoge lunge. Handen steunend op de vloer, dij of steunend met de ellebogen op de vloer. Luister naar jouw lichaam en houd de houding vast in de positie waar jij voldoende weerstand voelt. Ademen. Laat je achterste knie zakken op de vloer. Schuif je zitvlak naar achteren en strek het voorste been voor de halve spagaat. Rekken van de hamstring. Trek je tenen op naar je scheen. Hou vast.
Laten we verder strekken. Strek vanuit deze positie beide benen in de intensieve flankstrekking. Is dit te moeilijk, houd het voorste been gebogen, handen op je heupen of steunend op de vloer. Verleng de ruggengraat bij een inademing en buig dieper bij een uitademing. Hou vast. Ademen. Buig je voorste been in de lunge. Draai een kwartslag naar het midden. Zijwaartse kniebuiging andere kant. Draai een kwartslag zijwaarts in de hoge lunge en neem de variant die voor je goed aanvoelt. Handen op je dij of op de vloer of steunend met de ellebogen op de vloer. Laat je achterste knie zakken op de vloer en schuif je lichaamsgewicht naar achteren. Strek het voorste been voor de halve spagaat. Rekken van de hamstring. Ademen. Houd even vast. Strek vanuit deze positie beide benen in de intensieve flankstrekking. Handen steunend op de heupen, dij of op de vloer, al dan niet met een gebogen been. Buig het voorste been in de lunge. Hou vast. Draai een kwartslag naar het midden, zijwaartse kniebuiging andere kant. Of nu in de Kozak stretch, een brede zijwaartse uitval, Skandasana. Hou vast. Draai een kwartslag in de hoge lunge en neem de variant die voor je goed aanvoelt. Handen op je dij of op de vloer of steunend op je ellebogen. Ademen. Leg je achterste knie op de vloer en strek het voorste been, kom in de halve spagaat. Verder rekken, kom dan in de zittende vooroverbuiging met gevouwen been. Houd de houding vast in de positie waar jij voldoende weerstand voelt. Ofwel halve spagaat of in de zittende vooroverbuiging met gevouwen been. Strek beide benen, intensieve flankstrekking, ook piramide stretch genoemd. Handen steunend op de heupen, dij of op de vloer, al dan niet met een gebogen been. Buig het voorste been in de lunge. Draai een kwartslag naar het midden, zijwaartse kniebuiging andere kant of een brede zijwaartse uitval, Skandasana in yoga genoemd. Draai een kwartslag
hoge lunge. Steunend op de handen of op de ellebogen. Laat je achterste knie zakken, halve spagaat of de zittende vooroverbuiging met gevouwen been. Laten we ieder houding een tiental tellen vasthouden. Strek beide benen, flankstrekking of piramide genoemd. Handen steunend op de heupendij of op de vloer. Buig het voorste been, lunge. Draai een kwartslag naar het midden, zijwaartse kniebuiging, andere kant of in de Kozak stretch. Wat voor je goed aanvoelt. Draai een kwartslag, hoge lunge. Kom in de halve spagaat of in de zittende vooroverbuiging met gevouwen been. Strek beide benen, flankstrekking, piramide. Handen steunend op de heupen, dij of op de vloer. Buig het voorste been, lunge, en draai een kwartslag naar het midden, zijwaartse kniebuiging, andere kant, of in de Kozak stretch, wat voor je goed aanvoelt. Draai een kwartslag, hoge lunge, steunend op de handen of op de ellebogen.
Laat je achterste knie zakken, halve spagaat of in de zittende vooroverbuiging met gevouwen been. Strek beide benen flankstrekking. Handen steunend op de heupen, dij of op de vloer. Wat voor je goed aanvoelt. Inademen, rek uit, maak je langer. Uitademen, buig dieper. Buig het voorste been in de lunge. Draai naar het midden, strek beide benen. Schuif je voeten, hielteen, dichter bijeen. Laat je zitvlak zakken tot een hurkzit. Handpalmen tegen elkaar. En geef een lichte druk met de ellebogen tegen de knieën of kuiten. Duw je handen naar onderen. Rekken van de polsen en vingers. Rekken van de polsen en vingers. Duw je handen naar onderen. Strek je benen in de wijdbeense vooroverbuiging. Handen recht onder de schouders. En verleng je rug. Rechte rug. Buig al dan niet verder voorover. Wat voor je goed aanvoelt. En 30 tellen vasthouden. Ademen. Hou vast. Schuif je voeten hielteen op heupbreedte. Leg je handen op je dij, je kuiten of op de enkels. En buig dieper tot waar jij voldoende weerstand voelt. Ademen. Laten we dit ook even vasthouden. Staande voorwaartse vooroverbuiging. Buig je knieën en rol wervel voor wervel op. Rechtop staan. Laten we nog eens diep ademen. Adem in. En adem uit. Adem in.
Adem uit. Dit was het voor vandaag. Lichaam losmaken, spieren stretchen en versterken. Zo, tot de volgende. Goed gedaan. Dag.